This is Dave. Je ziet een man en die man die is echt een hele mooie man, een succesvolle man. En het blijkt door de voice-over dat dat de beste verkoper is van het bedrijf. Als er iets niet tot de verbeelding spreekt, is het IT. Nulletjes en eentjes, bits en bytes. En de doelgroep MKB, die weten daar ook niet zoveel van. En daar heb ik eigenlijk de draak mee gestoken in de clip die uiteindelijk is gemaakt. Uit de script van Jan bleek al snel dat het echt over de top moest zijn. Dus niet alleen de voice-over, maar ook de locatie en juist de hoofdrolspeler. Vanuit die gedachte ben ik de casting gestart. Anneloes als producer die is achter de schermen degene die zorgt voor de juiste locatie. De casting op grond van de gezichten en de visie die ik heb. Tuurlijk wil je ook met de locatie helemaal volledig uitpakken. En zo kwam ik uiteindelijk op deze perfecte privélocatie in de Côte d'Azur. Bo, de editor, is natuurlijk een geweldig wijf. Maar we steggelen echt over alles op detailniveau. En dat gaat vanaf welke snede maak je van het overgang van de ene naar de andere scène. Soms heb je gewoon een ander gevoel bij wat iets zou moeten zijn. Dus dan kunnen we wel strijd hebben. Maar dat is ook goed. En als we het niet eens zijn, dan weten we samen dat we tot het beste eindresultaat komen. Als ik dan bezig ben met de montage en met de muziek bezig ben, dan voel ik wel van ja, oké, dit moet het wel zijn. Het winnen van een award is een eindseizoen, de kroon op ons werk. In basis gaat het alleen niet daarom. In basis gaat het om de juiste productie te geven voor de opdrachtgever waar hij om vraagt. Maar hey, een award, dat is elke keer weer kicken.